Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Geocaster. Vandaag ben ik niet alleen, ik ben met Simon. Yay! Yay! Dit is de eerste keer dat we samen een video maken, Simon. Hoe vind je dat? Tijd. Nou, ik vind het episch. Nou, ik vind het ook episch. Ik vind het leuk dat je meedoet. We gaan Battle Royale weer doen. En Simon heeft het volgens mij nog niet eerder gedaan, maar het is heel simpel. We hebben het net er even over gehad hoe het werkt, dus het moet goed komen. Ik heb het een paar keer op internet voorbij zien komen, maar ik heb het zelf nog nooit gespeeld. Oké. Okay. Wat is dit? Dit free shit. Volgens mij is dat als iemand het een losing streak heeft. Ah, oké. Okay. Beginnen ook gelijk? Ja, we beginnen zeker gelijk. En de eerste kan ook iedereen doorgaan bij de eerste. Ja. Oh, hier. Slovenië. Oh, dat is makkelijk. Jij zit net iets beter dan mij, maar zo wordt het wel heel gemakkelijk gemaakt voor ons. Ja, precies. Yes. We zijn wel de enige die het ziet. Oh. Dus we moeten nog wel, want dat gaat op tijd, zeg maar wel als enige meteen goed. Oké. Okay. Nou, lekker begint zo. Precies. En ik had jouw nieuwe video. Ga vooral in de beschrijving kijken naar het kanaal van Simon. Die heb ik natuurlijk ingezet. Heel goed plan. Ik had jouw video gezien dat je ging tekenen. Dat was echt leuk. Dat wil ik wel een keertje meedoen. Dat vind ik helemaal goed. Even lekker scribble.io. Ja. Een classic. Gewoon lekker tekenen. Maar daarvoor zijn we hier niet vandaag. Vandaag gaan we landen raden. Vandaag gaan we zeker landen raden. Ik moet alleen hopen dat de rest ook een beetje opschiet. Ja, het duurt wel een beetje lang. Mm-hmm. Als wij het in 3 seconden hebben, dan moet het hun ook lukken. Dat zou je zeggen. Er liggen al 3 mensen uit, zie ik. Ja. En de tijd is bijna voorbij. Het zou heel heftig zijn als we gewoon met 3 mensen doorgaan en naar de eerste ronde al. Dat zou leuk zijn. Nee, dit is op zich denk ik best wel een lastige foto, want het kan echt van alles zijn. Je moet echt specifiek Slovenië zien staan. Oh, we zijn nog maar met z'n 3 over. Ja. Nou, top 3. Let's go. Als jij ook een idee hebt van, we kunnen het beste hierheen lopen of zo, of... Oh, je kunt ook nog lopen? Ja, ik zie je kan ook lopen, ja. Dus het zou dan waarschijnlijk niet het Midden-Oosten zijn. Nee. De kentekenplaat is wit van kleur, zie ik. Udova. Dat is wel... Ik denk dat het... Ergens het Oostblok is. Dat denk ik ook. Even kijken of we nog ergens iets van een vlag zien hangen of zo. Worden de... Iets van een beeld. We hebben nu nog niet heel veel informatie. Nee. We kunnen ook niet zien welk land het is op het kentekenplaat. Nee, want die blurren ze altijd. Dat is een beetje jammer. Kijk. Ze blurren dat. Dat is jammer. Ja, dus ik zit nu echt in een uithoek, dit is niet handig. Ik verwacht dat het iets van Polen is. Ik ga Polen sorry, zat ik aan te denken. Polen, Tsjechië. Nee, het was geen... Nee, helaas. Want staan wel gewoon Europese letters. Dus ik denk niet dat het Rusland is. We hebben ook een 50-50. Oh. Oh, Tsjechië zei jij net, hè? Ja, Tsjechië. Oops. Yes! Ik had gewoon goed gegokt. Nou, ik was niet heel erg zeker, maar ik moet je zo twijfelen. Ja, we doen het net wel. Oh, iemand anders heeft hem ook. Oké. Okay. Ja. En hij heeft zijn 50-50 nog, dat is een beetje... Ja. Oh. Waar zijn we? Dit kan ook nog van alles zijn. Mm-hmm. Het is wel lekker ruim volgens mij. Oh, shit. Het is een klein beetje land. Dit zou... Ja, ik zou eerst zeggen Rusland, maar dan, we hebben nog niet heel veel informatie. Kan er natuurlijk IJsland zijn. Ja, IJsland was ook het eerste wat bij mij opkwam. Wat staat hier op het bord? Het is echt, Scandinavië. Ja. Oh, hier staan misschien wel plaatsen op het bord. Paloja en Centrum. Ja, dat is... dat zou nog... Ja, IJsland, Noorwegen, Zweden. Ja. Dat eraf eens even bijpakken. Oh, hij heeft hem. Noorwegen. Ah, we zijn tweede geworden. Maar we gaan gewoon nog een potje doen. In onze richting was goed. Dat het ongeveer goed voorspeld welke hoek het was van de wereld. Ja, dit was wel echt een snel potje, want we hadden eerst al meteen heel veel... Ja, die eerste was pittig. Ook wel level 8 zie ik. Ja, 12. Zo bijna... De...
ik het bijna eigenlijk niet speel. We zijn wel gewoon de hoogste. Oh. Een mooi open landschap zie ik al. Mm-hmm. Ja, die zijn altijd lastig, vind ik. Ja. Hier hebben we echt helemaal niks aan. Nee, ja, de wegmarkeringen zou je eventueel iets mee kunnen doen. Oh, maar is dat een bord? Nee, dit bord bedoelde ik niet. Waar staat nou dat ene... Oh, hier. Longoma. Ja, dat zegt mij niet heel veel. Nee, mij ook niet. Het zou Amerika kunnen zijn, of elk ander groot land. Zou ik zomaar... weet dat bijvoorbeeld... noem je dat ook alweer? Het is een eiland wat heel veel zuidelijker in Azië kunnen zijn. Een beetje meer de hoek van Indonesië. Oh, dat is ook ja, allemaal ja, lekker ja. Ruim. Alleen ja, ik vind het... Een lastige positie dit. Niet ja, heel veel... Ja, wel lastig. Kenmerken. Eén iemand heeft hem al. We doen meteen 50-50, maar dan blijven we leven. Ja? En Kipster. Ja, 50-50 denk ik wel een goede hier. Zuid-Afrika hebben... of Lesotho? Welke? Lesotho of Zuid-Afrika? Oh, ik ken alleen Zuid-Afrika en Zuid-Afrika is groot. Ja, ja. Zuid-Afrika. Ja. Nee, dit kon echt van alles zijn als we het niet wisten. Mm-hmm. Ik was nooit op Zuid-Afrika gekomen. Nee, ik ook niet. Dit ziet er een beetje Engels uit, voor mijn gevoel. Ja. Dat zou Engeland een kort land kunnen zijn. Maar met één foto kun je nog niet gelijk zeggen. Yarmouk. Misschien een iets bekender punt opzoeken in het centrum. Ja. We gaan even kijken of we ergens kunnen komen. Hier staat wel een bord. Noorwegoptie. Ik heb ook niet echt het gevoel dat we echt de bewoonde wereld ingaan. Nee. Kijken of we nog ergens uitkomen. Ik zou hier ook weer zo zeggen, een Oostblokland. Of mensen zagen dat zo'n kerkje of zo'n kleine, weet dat? Ja. Zo'n klein christelijk gebouwtje met zo'n bel. Snap wat je bedoelt. Oh, welke Oostblokland zullen we kiezen? Nou, we hebben Polen gehad, we hebben... Ja, het andere land net gehad. Het is geen Duitsland. Nee. Ja, Polen is het grootste. Die is het niet. Nee. Oh, Tsjechië. Ja, Tsjechië. Plot. Ja. Oh, we staan in de finale. Oh, gelijk al twee mensen over me. Ja. Dit is erg groot. Oeh, maar hier is een bord. Oh, fuck. We zijn voorbij. Iets te ver. Iets te ver. Enköping. Het is weer... Ja. Ah, verloren. Oh, waarom ging deze ronde dan wel zo snel? Omdat hij hem meteen had. Oh, zo. Ja. Je had geleerd. Maar ze zeggen altijd, driemaal is scheepsrecht. Ze zeggen het, hè. We hebben al twee keer de finale gehaald, dus... Heel netjes. Precies. De meeste mensen die halen het finale gewoon niet. Nee. Het is een hele prestatie. Vind ik ook. Even kijken. Jezus. Even. De huizen zien er niet het allerbeste uit, maar... Nou, dit is een understatement. Maar dat betekent niet gelijk dat het... Ja, je zou dan heel snel denken aan een arm land, maar dat hoeft natuurlijk niet gelijk. Nee, alleen wel. Het kan ook gewoon een klein beetje verlaten buurt zijn. Waar zijn we beland? We kunnen ook gelijk zien wat het niet is, zie ik. Het is Spaanstalig. Ja, dat zou het echt Spanje, Portugal ja, kunnen zijn. Ja, ik denk dat het Zuid-Amerika is. Even kijken. Oh, dat is heel logisch. Het zou bijvoorbeeld Brazilië kunnen zijn. Precies. En dit moet toch wel iets... Iets los. Volgens mij is Brazilië nog niet bij de foute guesses. Nee, klopt. Ik denk dat het best wel zou kunnen. Het was geen Brazilië, maar ik denk wel dat het daar in de buurt is. Of het is Zuid-Afrika, SA, maar nee, want het is Spaans. Dus...
Ja, je zou eerder denken dat Zuid-Amerika, zo Pakken zijn die 50 extra. 50. Ecuador? Ja. Ah, nou wel Zuid-Amerika dus. Ja. Dat, dus dat is Zuid-Amerika toch? Dat mijn is topografie is. Ja, 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 mijn topografie is lekking. Oké. Okay. Oh, we staan weer in de finale. Oh, snel. Pereira. Dit is weer een Spaanstalig land. Zo vet, het is nog wel eens ijs. Nee. Het is. Redelijk. Oh, wacht, wacht. Ik heb misschien een idee. Fuck. Waar is die nou? De vrachtwagen? Nou, die ene vrachtwagen die hier net stond. Wacht, we gaan even. Dat oh. Brazilië. Oh. Oké, okay, vandaag is vier keer scheefrecht. Ja, vier keer scheefrecht. We hebben wel zo'n vuurtje omdat we goed bezig zijn. Maar echt die finale, ik moet even hem gelijk ben je af als die ander hem heeft, lijkt het bij. Ja, ja, je hebt zeg maar een paar seconden. Als je hem allebei hebt, zeg maar, dan krijg je een nieuwe finale. Alleen als dat voorbij is, dan is het gewoon de eerste weer meegt. Oké. Okay. Let's go. Dit ziet er een beetje Scandinavisch uit. Mokrong, ja, dit is sowieso Scandinavië, dat kan niet anders. Ja. Zijn er bekende plaatsen? Die zeggen me niet heel veel. Voor mij niet, nee. Misschien dat we nog ergens iets van een vlag kunnen vinden of zo. Dat is wel, maar als we nationalistisch als Amerika konden zijn, dan werd het een heel stuk makkelijker. Dan waren we er zo, ja. Ja, om even een vlag in de tuin. Verder niks met een bosje. Nee. Nee, ik denk dat we anders gewoon voor Noorwegen of zoiets moeten gaan gokken. Aangezien de tijd wel loopt. Helaas. Finland? Nee. Ik ga niet nog een keer, want dan zijn we al. Nee. Kunnen we nog een klein beetje gebruiken? 50-50. Kroatië of Slovenië? Jij bent de baas vandaag, want ik weet het niet. We gaan voor Kroatië. Maar er is nog niemand die hem heeft, dus we kunnen. Ah, nee. Oh. Helaas. De eerste keer dat het slecht ben. Ja. Maar dat betekent dat het hierna goed gaat. Huh, kijk dan, we zitten in een kei kleine party. Oh, huh. Maar met z'n vieren, maar dat is niet daar. Hé, we zitten bij een of andere voetbalstadionnetje. Hier kunnen we vast iets vinden. Iets meer de bewoonde wereld. Dit ziet er weer erg oostblokkerig uit. Ik vind het juist van niet, maar. Oh, Turk. Oh. Dat kan ook. Dat had ik niet zo snel gezien. Waar zag je dat staan dan? Turkse vlag. Oh. Ja, kan dit niet. Of kan ik dit weghalen? Hier, kijk. Oh ja, je hebt helemaal gelijk. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Ja. En heeft iemand anders hem nu ook al goed of ja, niet? Ja, nog al één iemand heeft hem goed. En ik ga dan weer gelijk in de finale komen. Ik denk het. Nou, dat is makkelijk. Ja. Oh jee, dit ziet er een beetje Irakees-achtig uit. Ja. Oeh, een vlag. Gaat het weer zo makkelijk zijn? Oh, maar ik ken de vlag niet, denk ik. Jemen? Oh, nee. De 50-50 hadden we nog niet Egypte? Ja, omdat de finale is. Nee, het is geen Egyptische vlag. Ik denk dat het Verenigde Arabische Emiraten zijn. Dat zou nog best kunnen. Dus sowieso in die hoek ergens. Ah, dat is niet de goede vlag. Oh, zo kan je de vlag checken. Oh. Ja, Jordanië. Ja. Ja. Nou. Hey, see. Als ze dat net hadden geweten, was het echt een stuk makkelijker geweest. Echt, hè? Ja. We gaan nog een keer. Ja. Deze ging zo snel. Ja. Nee, dit zijn snelle rondjes. Weer een volle party. Hier wordt het wat lastig om in de finale te komen. Hier wordt het wat lastiger om in de finale te komen. Ja. Nederland is dan dus alles gewoon mooi plat, dan weet je het gelijk. Ja,
Ja, dit is zeker helaas een eiland. Zul je zo meteen zien dat het wel Nederland is op een of andere manier? Nee, dat kan echt niet. Het lijkt er niet echt op. Allemaal bos. Ja, er schiet er echt niks meer op. Waarom heeft iemand hem al? Ik denk goed gegokt. Daar is toch weer een taal waar ik niks van snap? Nee. Verder heb ik nog geen één aanknopingspunt gevonden. Alleen mijn bos verder. Dit ziet er heel erg misplaatst uit. Ja. We gaan de 50-50 gebruiken. Oeh. Ik denk Finland dan. Of Letland, dat kan ook. Dat ligt naast elkaar toch? Nou, in de buurt in ieder geval. Ja. Finland? Ja. Ja. Hebben ze daar van die typische rode huisjes? Dat weet ik niet, maar het was wel goed. Want hoe meer je dit speelt, hoe makkelijker het wordt, denk ik. Want het uiteindelijk ga je het herkennen. Staat er op een bordje. Het is weer iets. Ze houden in deze game wel echt van Scandinavië, hoor, moet ik zeggen. Ik merk het. Iemand ging voor Duitsland, maar dat was niet goed. Dat had ik ook wel kunnen zien. En dan had ik het net ook kunnen lezen, denk ik. Een soort van. Stop. Staat erop. Sundsvall en Hassela. Daar zou ik sowieso van Noorwegen of weet dat, Zweden weer gaan. Geen Noorwegen, oké. Okay. Ik wil nog heel even bij de tankstation kijken. Ja. En die vlag erboven zegt ook niet heel veel. Nee. Iets dichterbij nog. Oh. Staat hier niet iets van een website op? Nee. Helaas. Zweden? Ja, het was Zweden. Kon ook niet anders. Oké, dit is een Aziatisch land. Ja. Klein beetje geluk kunnen we iets van een website vinden. Ik weet een klein beetje van Koreaans letters, een beetje van Japans letters, maar welke is geen flauw idee. Ja, ik zat ook aan Korea te denken. Ja. Zou er niet nog ergens een vlag of zo hangen? Wat het verklapt? Dat zou wel leuk zijn. Oh, ja, is Korea. Korea. Nice. Ja, ik dacht gelijk, dat moet wel Zuid-Korea zijn, maar ik kon het net niet onderbouwen. Maar ik dacht gelukkig hetzelfde en het was goed. Oeh, dank. Ook een soort Scandinavisch iets. Het is hier wel heel erg vlak, moet ik zeggen. Ja. Ja, of het is meer in het oosten van Europa. Ja, ik zit zelfs een beetje aan... beetje boven Griekenland daar, zeg maar. Macedonië, Albanië een beetje. Oeh, dat zou natuurlijk ook nog helemaal kunnen. Ik weet maar niet precies hoe alle woorden daar zijn. Mm-hmm. Want ja, op dat bot stond zeg maar op die oostland zo'n puntje. En dat gebruiken we. Ja. Het algemeen Nederland en Duitsland niet. In Engeland. Dus ja, het zou natuurlijk nog gewoon boven Griekenland kunnen zijn. Dit is lastig. Mijn gevoel zegt iets van Macedonië of zo. Ga ervoor. Helaas. Oh, kut. Dat hier een bos? Ah. Nee. We moeten snel zijn. Albanië. Bulgarije? Nee. Dat is Letland. Dat weer. Toch weer het noorden. Even kijken, we kunnen er nog eentje doen. Ja. Een beetje knippen en dan heb je een mooie lengte video. Precies. Nou, weer een volle party. Ja.
deze foto laat het gelijk heel erg luxe lijken. En dan ziet die vrachtwagen, denk ik, nou. Ja. Dat ziet er weer als Spaans uit, zeg maar. Het Spaanse taal, als ik op die vrachtwagen kijk. Ja, senor. Ja, dit is erg Spaans, inderdaad. Oh ja, dit is Spanje. Ja. Santander, dat moet Spanje zijn. Oké. Okay. Nee, het is geen Spanje. Nee. Deze bank die ken ik namelijk. Oh, Rio. Oh. Oh. Nee, ook niet. Nee. Nu moeten we voorzichtig zijn. Wacht, hier moeten we... kunnen we een klein stukje vooruit? Buenos Aires, het is Argentinië. Ja. Botse vlots. Ja, je weet dat als je gewoon ongelijk ooit ziet, de taal, dan is het al gelijk een stuk en makkelijker. Trouwens, wij kozen voor Brazilië, maar daar spreken ze Portugees. Daar spreken ze helemaal geen Spaans. Echt wel? Ja. Oh. Ik had dat het bijna hetzelfde was, maar ik heb weer wat geleerd vandaag dan. Dat bedoel ik. Toen eerst zei ik Spanje, toen dacht ik, of zou Portugal zijn, maar nu ik dit weet, het kon geen Portugal zijn. Nee. Heb ik weer wat geleerd. Trouwens, hier een vlag van. Ja. Oeh, Frankrijk. Kun je dat zo snel zien? Ja, hier staat .fr. Oh, het is geen Frankrijk. Huh? Nee, huh? Huh? Oh, ik had het goed. Ik wou al zeggen. Oh. Nou ja, voor mij was het dat je me echt moest lokken, dat je het niet kon veranderen laten. Cambodja. Waar ligt dat? Dat is... Is dat niet in Zuid-Amerika ergens? Kan. Dat is Colombia. Is er geen zoekfunctie? Dat is het maar zo makkelijk. En dan zou ik denken... Azië? Ik kijk mee. Dat is goed. Ik dacht dat het hier ergens... Misschien iets meer naar rechts, want het ligt redelijk bij de Evena in de buurt, volgens mij. Ja, Cambodja naast Vietnam. Hotse vlot. Ja. Oh, thanks. Ik had dat nooit gezocht als jij dat niet zei. Nee, ik zat het in één keer met lichten dan daar in de buurt. Ik dacht, nou, we kunnen altijd checken. Pizza hebben ze daar. Delivery takeaway, dat klinkt erg Engels. Place Loaplein. Dit is België. Oh. Oh ja, ik zie ook de Belgische vlag. Ja, Belgische vlag. We hebben gewonnen! Yeah! Een Victorie Royale. Precies. Hey, deze ging echt lekker. Zeker. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze Geocacher video. Ik wil jou heel erg bedanken voor het meedoen. En ben je nog niet geabonneerd op Milan? Dat kan gewoon. Het is gratis. Het kost je niks. En als je het niks vindt, kun je altijd unsubscriben. Precies. En het kanaal van Simon staat natuurlijk in de beschrijving. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb nog mij niet te zeggen. Dat is adios, amigos.